Leeuw Westraat, NK Hutfietsen zit hier op het programma. Eerst eventjes Dennis, Jen. Wat denk je binnen kansen voor jou eigenlijk, Joet? Ja, ik verwacht je toch een finale erin. Dat, ja, daarvoor stin ik je wel aan de start. Ik ben ook nog vrij relaxed, maar ik probeer de eerste periode dan rustig terug te komen. En ja, toch dat de TV begint, dat ik dan wel in de fjarnis kom. Oké, want we moeten wel een beetje verwachten dat het een massasprint wordt. Of in elk geval een grote groep omkomen en sprinten. Ja, die kans is het, zeker aanwezig. En, ja, 99.9% is het eigenlijk wordt het een massasprint. Maar ja, die 1% ga ik zeker proberen om de boel te ontregelen. Ja, dat kan vol in dit parcours? Ja, het kan wel. Ja. 260 kilometer is 260 kilometer. En ja, je wist nooit hoe het op het eind valt. Hè. Wat er voor driet, waar er voor rieden. Rieden ze maar die maan, ja of nee? Dus maar ja, dat is een zwaar voor oer, zij zo'n oer. Oké, okay, nou Joet, misschien net die een geweldige parcours voor jou, maar de Tour de France zit, ik had op je te wachten, je bent uit Italië, waar kwam. Hoe is het eigenlijk? Hoe viel die? Ja, fris, gezond. Ja, het is wel wachtje. Het is nog 4 dagen na een hechte stage. Voor mij is het meestal na 10 dagen dat ik er echt doorheen kom. Dus het is een hele goede test om te zien hoe het lichaam reageert naar Italië, zeg maar. Waar mag dan toch in de kom? Ja, de eerste paar dagen die ik altijd met de hongerremmer op. Kretof, ja, of iets met de remmer op. En, ja. Slecht herstellen als het ware nog, van die hechte. Ja, die lichaam moet gewoon herstellen. En dan binnen grafieken en uitslagen en na zachtvolle dagen, dan zei hij een lichaam van ja, nou kom ik er doorheen en dan is het klaar. Hij heeft zelf wel wat meleur gewoon dit seizoen, wat blessures, wat valpartijen en ik. Ben je daar helemaal van hersteld? Ja, ik ben op dit moment ben ik gewoon helemaal fit. En ik hoop dat ik het mooiste harde kan. Fitter ben je dan net west? Fitter ben ik dit hier nog net west, nee. Dan komt die Tour de France rond. Daar zit natuurlijk bij Astana, de Tour de France winnaar, Nibali. Maar is het wel slijn in het rand van Nibali rieden? Ja, zeker. Zeker. Ik heb maar niet aan doel en dat is gewoon hetzelfde dan als vorige keer. Hier een streepje op die shirt werden waarom krijgen. Precies. Ja, dat is gewoon het hoofddoel. Krijg ik een enkele kans om ik eens een keer van want ja, het beest in die dat wolf zelfs los. Om een keer te ontsnappen, dat zit er net in. Ja, misschien wel. Dat hij helemaal tot hier zijn zakken, dan komen er kansen. Maar ik hoop net dat gebeurt. Nee, dat is ik net slim om van een kopman als Nibali te rieden. Nee, tuurlijk niet. Nibali is Nibali. Nee. En ik ben heel eerlijk. Ik twijfel op het hechte stage een beetje om zien farm. Maar juist wist ik gelijk al weer hoe let het wie. Ja, hij is toch wel goed. Hij is toch blijkbaar toch wel weer goed. We merken het toen vierde dan, dat het dan net op het stage dan net helemaal geweldig weer. Ja, gewoon bergop rijden, achter de scooter om bergop. Koek op nou een valje. Ja, misschien is het een teken dat ik nou wat beter ben. Misschien ben je wel beter dan hem, ja. Nou, dat ben ik zeker net. Nee, oké, nou goed. Maar hij is wel het idee dat hij, dat zit er wel in, de toerwinnaar werd. Ja, klaar, dat zeg ik. Het is Nibali. En we hebben een blauwe pad. Renders natuurlijk, hè, mijn kopman. En die had iets zien holen, dan blijkbaar kunnen ze op die dag kunnen ze in één keer een knop omzetten en dan kunnen ze toch iets meer dan de rest. Het is wel een oren tour natuurlijk nou. Hè. Froome, Contador, Quintana, eigenlijk wel van verder misschien ik nog wel. Maar eigenlijk wel 4 namen waarvan je zegt, al je top en top, top. Ze zijn er al je bij nou. Ja, maar Matt ook. Vorige keer winnen ze er direct bij en nou ook. Dus we zullen zien. Ik denk dat we mijn hele sterke ploeg sturen. Ik denk de sterkste renners al je haast opstelt. Dus ik ben heel benieuwd. Staat in eigen land, is dat ik nou bijzonder vrij? Ja, natuurlijk. Maar ja, ik ben er nog net echt in de toersfeer, zeg maar. Nee? Nee, heel vreemd, maar ja. Nee, het is Joert NK. Hè, dus, ja, eerst een kwart of fruitje. Eerst even Joert en fietsen en dan naar Hoordewieken. Ja, het is een prologie en zo, maar eigenlijk ben je dan met de kop helemaal niet meer bezig. Nee. Dan Joer, maar even succes. Ja. En Tour de France natuurlijk. Tuurlijk, ja. Dank u wel.